je lekker in slapen? Ja. Ja. Waar gaan we naartoe? Amerika. Good morning from Jersey City. Hey friends, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog. En ik ben lekker met Bowie aan het wandelen. Bowie is mijn oppashond, daarom ben ik hier in Jersey City. En ik breng Bowie zo naar huis. En we hebben lekker gewandeld, maar ik heb dadelijk een hele leuke planning in New York City. Dus stay tuned. The local church doet ook gezellig mee met kerstversieringen. Kijk. Zo leuk. En kijk deze pompoen, hoe leuk gedaan. Een kitty. Oh, en die met glitters. Superleuk. Kijk waar we langs lopen. De fire station. En ze staan nu de trucks even lekker schoon te maken. Even wachten op het treintje. Ik neem die van 33rd Street. Komt over 2 minuten. Hey friends. Nou, ik ben van 33rd Street helemaal naar Madison Avenue gefietst. En heerlijk even zo door het stadje gefietst te hebben. En ik sta nu voor het pop-up museum van Louis Vuitton. En het gaat over, ja, moet ik misschien even eerst even goed kijken wat het over gaat. Iets met koffers, 200. Bestaan ze na 200 jaar? Dat zal wel niet. Ik ga even beter onderzoek doen. Maar dit is het. Ik heb even snel een fact-checker gedaan. En het is dus wel voor 200-jarig bestaan van Louis Vuitton. Dus wauw, wist ik niet. En het is een exhibit wat van Singapore naar LA is gegaan. En nu, dus sinds 14 oktober, dus dat is 3 dagen, zit ik nu in New York. In het oude Barney's gebouw. En het blijft hier tot eind december. Dus helemaal leuk. Ik ga het zien. Let's go in. Hallo. Kijk hoe leuk. Al die kleuren. Love it. Nou, de entrance is hier. Hier is even een hondenshoot gaande. Nou, dat is ook een beetje zielig. Ik vind het helemaal leuk. Echt cool. Deze is ook cool. Deze kan dus vliegen. Gemaakt door Frankie Zapata. Kijk, daar gaat hij. Cool. Kijk nou, dit is een koffer gemaakt van ballonnen. Lijkt me heel handig om mee te reizen. Het zijn gewoon ook Louis Vuitton ballonnen. Hoe leuk voor je feestje. Kijk hoe vet. Ik was helemaal gehypnotiseerd. Heel cool. Ik ben nu in de residency en hier kan je dus een beetje zelf een koffertje knutselen. Kijk, mensen zijn echt helemaal serieus aan het verven en aan het doen. En je hebt hier bakken met stickers, zeg maar, waar je je naam mee kan maken. En aan het einde kom je dan in de allerduurste bullshop die ik ooit heb gezien. Souvenirwinkeltje, landmuseum. Nou, ik vond het helemaal leuk en het was ook nog eens gratis. Dus als je dit ook wil doen, moet je even gewoon googlen naar Louis Vuitton Exhibition in New York City. Helemaal leuk. Even vooraf kaartjes bestellen. En dan krijg je gewoon een QR-code, kan je zo naar binnen. Moet je een tijdslot reserveren. Ik vond het helemaal leuk. Zo, het is tijd om te lunchen. Ik ben nu op West 57th Street. Ik ga even lekker lunchen bij de Nordstrom. Pretty cool building too. Kijk. Helemaal leuk. En je kan er shoppen. Oeh, ik kom bovenaan in Nordstrom en ik zie een hele Skims afdeling. Wauw. Voor de kenners, that's cool. Maar ik kom natuurlijk voor de bistro en die zit daar. Ja. Nou, ik zit hoor. En met Marjolein zat ik vorige maand zat ik lekker buiten. Dat is ook top. Maar het is wel echt heel fris vandaag, dus ik zit lekker binnen.
En ik weet al wat ik ga nemen. Want ze hebben hier echt overheerlijke salades. Ik neem de ginger sesame. Echt heel lekker is die. Het is er hoor. Dit is zo lekker. Ik heb hem thuis al geprobeerd te maken. Ook lekker. Maar zo lekker als hier krijg ik hem niet. Het is een kip met een soort van lekkere ginger-achtige dressing. Mandarijntjes, nootjes. Wat hebben we nog? Zo'n bonton knapperige dingen. Julienne. Groentjes. Helemaal lekker. Love it. Echt één hap op. Gaat het alarm af in deze hele winkel. Echt gewoon helemaal met flitsen en zo, ik weet niet of het zit. Maar dus misschien moet ik dus wel even proberen. Ik ga gauw door eten. Zo, even lekker. Op Central Park en fietsen. Nog een weggetje. Kijk even die mooie herfstkleuren die hier beginnen te ontstaan. Mensen die daar lekker zo aan het roeien zijn. Heerlijk, het zonnetje schijnt. Het is wel fris, maar oh my god. Het is dus vandaag 18 oktober, dus al redelijk laat. Maar ik zie niet heel veel kleur, behalve deze is dan toevallig echt prachtig. Ik zie dadelijk ook zeker even zien, die mag even shinen. Maar nog niet heel veel verkleuring verder in Central Park, vind ik. Ik ben nu ter hoogte van 90th Street. Moeilijk. En dan heb je hier het Jackie Kennedy Reservoir. Nou, dit is zo'n hele grote plas in Central Park. I like it actually. Echt helemaal rustgevend hier zo. En er loopt hier een hardlooppad. Het heet ook echt de running track. Nou, ik zie niemand rennen, maar het is wel gezellig. En waar ik net stond is ook trouwens de hoogte van het Guggenheim Museum. En nou, mijn vader die vindt dat het een heel mooi gebouw. Hij zei, daar moet je echt heen, dat is een prachtig gebouw. Maar als je in het museum bent, dan zie je daar toch helemaal niks van. Dus ja, nou, Mies, ik ben er geweest. Ik ga weer. Nou, zoals je daar ziet, ja, het weer bruine bordjes en Museum Mile. Dus dat betekent, als je goed hebt zitten opletten de afgelopen vlogs, betekent het is een historic site. En de Museum Mile betekent dat hier veel musea zitten. Ik weet alleen Guggenheim en de Met, maar ook nog, is het ook nog dat Jewish Museum? Ik heb echt een spraakgebrek vandaag. Dat ene museum over Joden. En andere weet ik niet. Maar als je naar een museum wil, moet je hier wezen. Ik ben hier nu aan het fietsen in de Upper East Side. En ik vind dat wij dus best wel lullige pompoentjes hebben nu bij ons thuis. Want als ik nu dit zie, denk ik, wow. En dit huis sowieso. Kijk hoe groot de pompoenen. Oh ja. Jullie begrijpen dat ik nu in deze chique wijk ben. En dat ik dan op zoek ga naar alle huizen die leuk versierd zijn. Are you ready? Buckle up, let's go. Deze mensen hebben in ieder geval heel goed hun best gedaan. Kijk, en hier ook nog. Tuintje en in de boom, helemaal leuk. Oké, een beetje valse start. Ik kom dus ineens op mijn fietstocht Pinkberry tegen. Dat betekent gewoon geforceerde stop. Dat is zo lekker. Dat is yoghurtijs. Met toppings. Ik vind het zo lekker. Oh my god. En ik heb zoals altijd yoghurtchips, cookie dough. Oh my god, voor Kelly brownie. Nou ja. En strawberry en sinds kort neem ik ook peanut butter cups erin. Zoveel pindakaas kan ik nog wel aan als het zo klein is. Love it. Wow, deze mensen hebben echt alles uit de kast getrokken. Die kunnen gewoon hun huis niet meer uit eigenlijk. Die kunnen er niet meer langs. Maar ze zullen wel langs deze zijkant gaan. Upper East Side. Zo leuk. En zelfs helemaal tot aan boven. Deze is ook echt leuk. Maar ja, dat valt natuurlijk helemaal niet bij de buren. Nee, superleuk gedaan. Helemaal leuk. Daar is een heks in het raam. Heel leuk. Dit is trouwens 82nd Street, kruising met Lexington Avenue. Kijk daar boven het balkon. Squid Game. Cool. Oké, deze is echt next level vet. Let op.
even eerst laten zien dat deze boom al helemaal met lichtjes is voor de kerst. Dit is al awesome. Maar oké, even terug naar de Halloween. Hier helemaal met kettingen. En wat zit er aan die ketting? De draak! Oh, en die draak die heeft al van alles opgegeten hier. Er liggen munten. Nee, dit is echt, dit is de coolste tot zover. Dit is zo vet. En dan... Zij zit op de troon daar zo. Dit is echt heel vet. En wat een huis ook weer, hè. Lijp. En in de Upper East Side laat je natuurlijk niet zelf je hond uit. Maar dat doen de dog walkers voor je. Dan ben je gewoon onderweg naar huis. En dan fiets je even op je fietsje. Zomaar langs Times Square. Terwijl ik aan het facetimen ben met mijn bestie. Want die is vandaag voor een paar maanden vertrokken naar Curaçao. Dus we waren even lekker aan het facetimen samen. Terwijl ik aan het fietsen ben. Maar ik moest even stoppen om dit aan jullie te laten zien. Nou, helemaal top. Ik ga weer verder fietsen. Ga naar Bowie toe, want die wacht op mij. Er zit hier een hondje met zijn kindertje op mijn knie. Terwijl ik een lekker pastetje heb gemaakt voor mezelf. En Emily in Paris heb ik uitgekeken. Dus ik doe een poging Virgin River.